De Nationale Grenscommissie heeft tijdens de tweede consultatiemissie aan de oostgrens een kroet opgelegd met het traditioneel gezag van inheemse en Afro-Surinaamse gemeenschappen uit dat gebied. De commissie vindt de betrokkenheid van de bewoners van dat gebied van belang voor het identificeren van de grens. Commissievoorzitter ambassadeur Harold Koolader zegt dat eerst gewerkt moet worden aan een amendement waarin de grens goed beschreven wordt en hoe de rivier gebruikt moet worden. Koolader vindt het ook van groot belang dat bij het grensverdrag het milieuaspect wordt meegenomen.